En innovatie is soms niet alleen technisch en nieuw, maar dat kan ook soms bestaande kennis zijn. He, ik noem maar iets, ik ben zelf nauw betrokken geweest bij de Vereniging tot Behoud van Boeren en Milieu. Dat is een groep boeren die eigenlijk kringlooplandbouw heeft uitgevonden. En die hebben dus heel veel kennis over hoe je met een minimale eiwitinput, hoe je die kringloop eigenlijk op een bedrijf. Ik heb daar echt heel veel van geleerd. En ik denk ook dat door die kennisverspreiding ook naar andere boeren toe, over dat soort principes, hoe je eigenlijk ieder nutriëntje zo goed mogelijk kunt benutten met zo weinig mogelijk verliezen. Ja, dat zal ook een onderdeel zijn van toekomstig beleid. Maar dat is ook oude kennis. Maar dat gaan we ook uiteraard gebruiken.